Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium, Marcel Vroon ICT Services, Metpets.nl en de CD Relax Music for Animals and Humans. Welkom dierenvrienden bij de speciale kerstnieuwjaarsuitzending vanaf de Dierenambulance Den Haag. En u ziet het, er wordt nu al ontzettend veel gelachen. We gaan er een hele mooie uitzending maken van maar liefst 13 katten. Alleen niet alle 13 katten komen natuurlijk op tafel, dat wordt veel te veel. We hebben een enkeling, onder andere deze Lusaka. Ik ga het nu toch maar één keer goed zeggen, hebben op tafel. U krijgt een heleboel prachtige dieren, krijgt u met kerstmuziek op de achtergrond. En Inge, ja, het is een tijdje geleden dat Inge bij ons aan tafel heeft gestaan. Nou, tegenwoordig doet Jet het nogal vaak. Maar Jet, die ligt ziek in haar bed, dus vanaf deze kant ook Jet. Beterschap natuurlijk. En Inge, jij ontzettend bedankt dat jij de honneurs gaat waarnemen. En dat jij toch eens even flink deze en nog een paar andere katten in het daglicht gaat stellen. En die allemaal met de kerst een huisje willen zoeken. Althans willen krijgen, moet ik zeggen eigenlijk. Moussaka. Hij heeft tijdens, of Lusaka, ja, nu zeg ik het dus weer verkeerd. Die heeft al tijdens ons eten heerlijk bij ons gelopen. Fantastisch dier. En ik denk dat jij voor de kerst een heel mooi verhaal gaat maken over deze Lusaka. Ik ga mijn best doen. Dit is inderdaad onze Lusaka. Hij is ongeveer is die geschot uit 2010. Het is een hele lieve kater. Hij is geholpen. Hij kan ook met andere katten zelfs. Hij is binnengekomen bij ons met allemaal vreemde wondjes op zijn lijf, waar we de oorzaak niet van kennen. Maar dat is gelukkig helemaal beter. Dus hij zoekt nu eigenlijk gewoon een huisje waar hij de rest van zijn leven gezellig ook mee kan eten. En lekker misschien onder de kerstboom kan gaan liggen. Ja, dat zou natuurlijk het beste zijn. Gaat hier goed eigenlijk, hè, met die kerstboom? Ja, laat hem staan. Hij laat me staan, maar het is ook erg makkelijk, hè, want hij heeft een bak eten gekregen van ons. Eigenlijk een beetje te veel. Maar goed, hij heeft gewoon eten. Het is een fantastische kat. Hij is lief. Er kwam net ook iemand van het bestuur nog langs hobbelen. En ook die mocht hem gelijk aaien. Dus ja, er is toch geen reden te verzinnen om dit dier niet even gelijk morgen op te halen. Uiteraard wel voor zijn hele leven. Ja, graag. Voor zijn hele leven, ja. Ja, dat is belangrijk, want ook dit lieve dier zal waarschijnlijk ooit een eigenaar of eigenaresse gehad hebben. Ja, die is nu hier hartstikke goed verzorgd. Ja, nu wordt hij een beetje geplaagd, of was je hem nou, wat was je nou doen? Ik probeer zijn etensbak op tafel te houden. Oké, nou, dan doe je het. Etensbak, hij zat helemaal vol. Nou, lieve mensen, dit is Moussaka. Gaan we nu zo dadelijk, sorry, zeg het weer verkeerd, hè? Lusaka. Lusaka, ja, Moussaka is een Grieks gerecht. Ja, dat gaan we zo nu en dan door elkaar halen. En dan gaan we nu even kijken naar een aantal andere katten onder muziek van Frans Bauer. Je tranen
Al weet je soms geen raad met je gevoel. Al zijn het donkere dagen, kom zit nu niet met vragen. Ik laat jou zien wat ik hiermee bedoel. Ik sla mijn armen om je heen en droog je tranen. Ik zal er altijd voor je zijn als jij dat wilt. Dan zal dat eenzame gevoel jou ook verlaten. En wordt dit stille nacht voor jou en mij gespeeld. De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. En dan willen wij graag onze tweede kerstkat aan jullie voorstellen. Een hongerige kerstkat, mag ik wel zeggen, Inge. Nou, dat valt wel mee, maar hij vindt eten wel erg lekker, ja. Nou, ik geloof alle katten wel, hè. Maar ja, met de kerst mag je wat extra's, ja. Lief wel een beetje diervriendelijk natuurlijk, dat is wat anders. Maar ik vind dat deze helemaal een volle bak eten verdient, terwijl jij hem nu flink gaat aanprijzen. Ik ga mijn best doen. Dit is onze Leroy. Hij is ongeveer geschat op een jaar of drie. Het is een gecastreerde kater. Hij is bij ons binnengekomen met een manke poot. Nou, dat is gewoon met hokrust en veel liefde is het gewoon genezen. Hij is gek op aandacht, gek op kroelen. Van andere katten wordt hij wat onzeker van, dus dat vindt hij toch niet echt leuk. En ja, het is gewoon echt een leuke knuffelkont dit. Want heb je nog een idee of we deze naar buiten moeten laten gaan of mag hij ook binnen blijven? Of durf je daar weinig over te zeggen? Ik denk dat het hem allebei niet zoveel uitmaakt. Oké, okay. Nou ja, het is een hele makkelijke, het is een mooie kat. Hij ziet er op en top uit. En je hebt ook al een heleboel positieve dingen over hem gezegd. Maar één ding vind ik nu dat je vergeten bent. Want net sta je al eventjes, omdat we heel even moesten wachten omdat de telefoon ging. En hij gaf jou harde kusjes. Ja, hij kan heel goed kopstoten geven. Nou hier, dat is niet vergeten. Oké, dus heel simpel. Als hij maar niet bij andere katten komt. Voor de rest is hij dus helemaal op een toppie. Ja, 3 jaar man. Hij komt net uit zijn ei. Ja, hij is net uitgebroed. Ja, precies. Oké, dus ik hoop ook dat deze prachtige Leroy, dat hij heel snel bij jullie onder de kerstboom komt. En dan gaan we nu onder een holy night, gaan we nog naar een heleboel katten kijken.
Zo mensen, u zag het. Echt weer heel veel katten. Allemaal katten hier in hokjes. En we hopen zo dat deze allemaal voor de kerst, of in ieder geval anders, in het begin van het nieuwe jaar een huisje gaan vinden. Nu komt hier alleen wel net even iemand binnen, dus deze kat schrikt daar ietsje van. Dit is ook weer zo'n geweldig lief dier. Ja, Inge zei net wat iets van oude doos. Ja, vind ik ook, hè. Dat kan ze niet maken. Nee, Inge, dat is een fantastisch mooie kat. Oké. Nou, voor dit keer, omdat het bijna kerst is, is ze dat aanvaard. Hij is een prachtig lief dier. Hij is, of zij zal ik vast moeten zeggen, iets wat angstig. Maar goed, daar hebben we Inge voor. Want jij weet natuurlijk alles van deze prachtige dientje, als ik het goed onthouden heb. Ja, dit is ons dientje. Ze is inderdaad al een dame op leeftijd, moet ik dan zeggen. Ze is op 10 plus geschat. En ze is binnengekomen met een allergie. Nou, dat is nu mooi aan het genezen. Het is eigenlijk al helemaal genezen, moet ik zeggen. En het is een dametje. En ja, het is gewoon een vreselijke knuffelkont, moet ik zeggen. Ze is gek op aandacht. En zij is inderdaad best onzeker. Dus je zal er inderdaad lekker de tijd en de ruimte moeten geven, wil ze aan je wennen. Maar dat gaat steeds beter en beter. Vertrouwen terugkrijgen. Nou, maar ik denk ook dat, want ja goed, dat zeg ik ook wat vaker, maar ik heb ze natuurlijk laatst 2 dagen geleden allemaal opgenomen. Nou, doe het hokje open, eet snoepjes uit mijn hand. Het is, ja, als je maar in het begin, zeker in het begin, wat rustiger bent. Ja, je ziet het ook, ja goed, zit ook nog een keer in een vreemde ruimte, mensen. Dus als u gewoon maar, hè, zeker als je een kat binnenhaalt, laat het dier gewoon lekker. En soms is het zelfs beter om even eerst in een wat kleinere ruimte te laten ontdekken en dan steeds meer ruimte te geven. Ja, soms, we zitten hier in de hal, dus ja, soms kunnen er ook telefoons gaan, dat even terzijde. Maar dan geef haar het vertrouwen, iets wat ze toch zo waard is, hè. Ja, zij is het zeker waard. Ze verdient inderdaad gewoon voor de oude dag gewoon nog echt een lekker mandje. En ik hoop dat het voor de kerst is. En dan heb je gewoon een verschrikkelijke vrijdoos aan haar. Ja, daarom. Zo is het, joh. En dat is gewoon, ja, u kent mij inmiddels al een aantal jaren dat ik, ja, week in, week uit met allerlei dieren bezig ben om te proberen ons een huisje te geven. En castratieacties en dergelijke. En ik heb nu ook, want dat vond ik toch ook wel eens heel leuk om te laten zien. Want een dier, ja, helaas weet nog steeds niet iedereen dat, maar een dier is zo bijzonder. We hebben een filmpje onder andere, dat komt uit het buitenland. En dat is een dier wat heel angstig gevonden is op straat. We moeten eens kijken op het moment dat je zo'n dier wil helpen en dat rustig doet en je hart aangeeft, hoe zo'n dier erop reageert. Ik denk dat ik daar niks verder over hoef te zeggen. Zo mooi zijn nou dieren. Het zijn de meest trouwe wezens die je maar kunt voorstellen, mits je er goed voor bent. En ja, uiteraard, dit was in het buitenland wat ik net al zei, maar dat gebeurt ook gewoon in Nederland. En u zal het wellicht gelezen hebben via de media dat er destijds 3 puppy's waren gedumpt, helemaal onder de schurft. En moet eens kijken, 1 van de 3 hebben we nu even kunnen filmen. U ziet het, ook hier in Nederland fantastische dieren. En ik ga ook bij deze wil ik echt graag een oproep doen. Van mensen, als u een dier wilt, alsjeblieft haal het in het dierasiel en stop met fokken zolang er nog van deze prachtige wezentjes
rondlopen. En er zijn er nou eenmaal meer dan genoeg. Er zijn duizenden en duizenden katten en ook heel veel honden, konijnen en alles zitten in de dierenasielen. En ik zou zeggen van, ja, misschien is het net een andere kleur als u in gedachten heeft, maar het gaat toch om hoe het dier zelf is. Laten we nou deze zieltjes, ik ga het gewoon zo, want rond de kerst mag dat best een keer, vind ik. Laten we die nou een goed huis geven. En als er nou helemaal geen katten meer en geen honden meer zijn, dan is het misschien tijd om weer te fokken. Oké, ja, het wordt zo dadelijk, want het is natuurlijk nu wel allemaal heel serieus, maar ik vind het ook ontzettend belangrijk. Maar zo dadelijk gaan we natuurlijk ook nog wel even gezellig het jaar verlaten. Het is een kerst- en nieuwjaarsuitzending, dus toch even een glaasje champagne. Ik hoop nog een paar mensen hier aan tafel erbij te krijgen. Ik moet zeggen, het is vrij rustig. De vorige keer was het hartstikke druk, maar dat maakt niet uit. Maar nog even het laatste, want u weet natuurlijk ook dat ik een cd'tje destijds gemaakt heb. En die krijg jij trouwens voor deze katten. Ik laat weer een stapeltje achter van de Relax-cd, want zeker voor deze lieverd verdient je. En we hadden de eerste kat, Lusaka. Ja, ik zeg het nu goed. Wat zei je? Je zei het goed. Ja, ik ga het misschien toch uiteindelijk nog een keer leren. Maar die krijgen en we leggen er nog een paar meer neer voor dieren die zeg maar in de komende tijd gehaald worden en dat nodig hebben. Krijgt u die mee? Maar ja, op een gegeven moment, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze geloof ik wel eens. Ik heb nu ook een cd'tje gemaakt en dat is voor het eerst gezongen voor mensen die een dier of een mens hebben verloren. En daar laat ik een heel klein stukje van horen. Where are you now? Since the time your life ends, I miss you so, oh so much. But I must know that I see once again. Dit was dan mijn eerste cd. En ik kan u alvast verklappen, wanneer die echt goed gaat lopen, dan kan ik u verzekeren dat ook een gedeelte van de opbrengst natuurlijk weer bij de dieren terechtkomt. Want dieren zitten ook in mijn hart en als ik ze kan helpen, heel erg graag. Wilt u er dat langer stukje horen? Dat kan. Ga dan gewoon even naar onze website www.dierenvriend.tv. Daar staat een, zeg maar, 2-3 minuten van deze single cd staat erop en ook een uitleg erbij. Goed. Ik zie nu gelijk op dat moment deze prachtige kat ervan doorgaan. Nou Inge, ik heb zo aan de ene kant vind ik het heel jammer. Maar aan de andere kant hebben we dan nu zo dadelijk even plaats om wat nootjes en wat champagne en zo neer te zetten. Maar nog eventjes, en ik denk dat jij dat gelijk gaat beamen. Want we komen natuurlijk in de vreselijke tijd weer oud en nieuw. Ja, wat hoort er helaas in Nederland bij oud en nieuw? Helaas vuurwerk. Ja. En ik wil in ieder geval echt ook met klem drukken van mensen, alsjeblieft, houd zeker uw kat in die periode binnen. Want al is uw kat nog zo trouw, als ze schrikken, u bent hem kwijt. En hou natuurlijk de hond aan de lijn. En er zijn overigens ook medicijnen verkrijgbaar. En ik heb zelf begrepen in supermarkten die de spieren van de hond verslappen. En dan lijkt uw hond rustig, maar het is allesbehalve goed. Laat u goed informeren door uw dierenarts wat u kunt doen. U kan natuurlijk ook bijvoorbeeld Veluwe en dat soort producten aanschaffen. Maar niet zomaar een medicijn geven zonder dat een dierenarts ervan weet. En wat heel erg belangrijk is. En ja, we hebben het hier achter ons hangen. En zeker nu, kijk nog eventjes na of uw dier gechipt is. Althans, of die ook goed geregistreerd had. Want wij maken het ook hier bij de dierenarts zo vaak mee dat het niet klopt, hè? Ja, maken we dagelijks bijna mee. Ja, en dat is het probleem. De chip die staat, ja, die zit in zo'n dier. Die heeft u destijds dan op een naam gezet, op een telefoonnummer gezet. Ja, en je ziet dat niet, dus dan ga je het vergeten. Dus alsjeblieft, kijk eventjes na waar, hè, of het allemaal. Ik was even afgeleid, want er komt ineens een hond hier aan wandelen. Het wordt hier steeds gezelliger. Maar alsjeblieft, kijk er even naar. Want als zij dan of een andere dierenambulance of elders uw dier zouden vinden, ja, dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Nou Inge, dat was even een heel verhaal. Wat denk jij ervan? Zullen we lekker deze lieve kat even terugzetten in het hokje die hier nu onder je staat? En daarna even lekker het jaar uitproosten? Ik vind het helemaal goed. Ga ik eens kijken of ik hem nog kan vinden. En dan gaan we ook even kijken of Anne en Alice erbij komen. We gaan het proberen. Right.
U ziet het, het is inmiddels een beetje feeststemming. De champagne staat op tafel. Inge die staat nog even naast me zonder kat. Maar ja, we zeiden net al in de uitzending, er is één iemand die is hier ook helemaal gek van Dientje. En dat is Alice. En die komt hopelijk ook even met die fantastische kat bij ons aan tafel. Ik zeg, ga ik gewoon even een stukje opzij. Dan is deze champagne voor jou. En ja, als Dientje op de tafel wil, is het ook goed hoor. Ze krijgt alleen natuurlijk geen champagne. Het is, nou, we gaan het afwachten. Voor ik het vergeet, Inge, uiteraard natuurlijk ontzettend bedankt. En ook eventjes nog, er liggen hier een stelletje cd's op tafel. Die zijn weer voor de katjes om mee te geven. He, zeker voor bijvoorbeeld de katten Dientje en Lusaka. Alice, jij ook ontzettend bedankt. En mensen, u mag best weten, de mensen die hier werken. Nou, bijvoorbeeld nu Alice, want er zijn een hoop zieken. Ik vraag net eigenlijk aan haar van, ja, woon je hier zo langzamerhand? Dit is zo fantastisch wat ze allemaal doen. Dus ja, jij staat gewoon even lekker rustig met je kat. Nou, helemaal toppie. Neem een glaasje. Neem jij een glaasje. En lieve kijkers thuis, dit was de laatste uitzending voor dit jaar. Volgend jaar gaan we natuurlijk, zo ver het mogelijk is, gaan we door. Alleen in de eerste weken van januari. Dan zal u even kunnen kijken naar de herhalingen van Dierenambulance aan de Rood. En daarna hopen we weer heel veel asieldieren te mogen plaatsen. Jij kan even geen glas beet pakken, dus ik doe... Gaat dat? Oh, kijk wel. Alice, al het geluk en gezondheid in 2015. Inge, jij al het geluk en gezondheid in 2015. Mensen thuis, maak er een fantastisch en diervriendelijk 2015 van. Ja, en denk niet, er staat inderdaad nog een glas bij. Maar net is iemand even met spoed weggeroepen, dus die kan bij ons nu niet aan tafel. Oké, dit was het echt. Tot de volgende keer. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium, Marcel Vroon ICT Services, Metpets.nl en de CD Relax Music for Animals and Humans.